we hebben nog een verrassing voor Steffi. Want zoals jullie allemaal wel weten, heeft zij net de 600.000 volgers gehaald. En dat verdient natuurlijk nog een extra verrassing, vonden wij. Oh. Jullie mogen allemaal rond Steffi komen staan voor een foto. Jij mag een hap van de taart nemen. Ja. Ik ga er ineens een paar nemen. Hè. Dan zit er zeker een leuke bij. Dus neem maar een goede hap, Steffi, dat we het goed zien. Neem nog maar eens een hap en dat mag een iets grotere zijn. Dat we het goed zien op de foto. En nog een laatste, nog één keertje, Steffi. En de fans die mogen goed lachen, hè. Prima. Ja, er gaat zeker een leuke tussen zitten. Ik moet even naar de wc. Niet goed vast, dus ik dacht dat het niet bezet was. Sorry. Gaat het? Ja, ik voelde me gewoon niet zo goed. Zeker als het oké is, je hebt precies gehuild. Het is stom. Door die taart moest ik even... Ja, je weet wel. Je wou die taart toch niet terug overgeven? Dat is toch helemaal niet nodig? Wij kijken allemaal zo naar je op, hoe je nu bent. Je moet echt niet proberen veranderen. Ja, dat weet ik wel, maar ik kan gewoon ook soms wel onzeker zijn. Weet je wat we net zo leuk vinden aan u? Dat je onzeker durft zijn en dat je niet meer anders voordoet. Dan zult je nu wel denken, ben ik daar fan van? Nee, helemaal niet. Ik hoop gewoon dat je er iets goed mee doet en ons opnieuw je onzekerheden toont. Die video die je maakte over online haat en mensen die hadden gepest met je stem, dat heeft me toen zo geholpen om mij niks van mijn pesters aan te trekken. Misschien kun je met dit verhaal ook weer mensen helpen. En uzelf. Ik heb echt de allerliefste fans. Ik had deze echt even nodig. Een reality check om te laten zien dat ik echt niet goed bezig ben. Op zich wist ik dat wel, maar om het nu nog eens te horen... Ik ga me echt herpakken. Hier, wat wc-papier voor je mascara. Tenzij je echt de real deal wilt laten zien. Nee, zo sterk sta ik nu ook weer niet in mijn schoenen. Maar je hebt gelijk. Ik ga deze echt niet meer doen. En ik hoop dat ik anderen kan overtuigen om ook nooit zo ver te gaan. Wil je graag de hele aflevering kijken? Ga dan naar VTM Go, maak daar een gratis account aan en dan kan je alle afleveringen van Vlog Up Together #stories kijken.